Sinds december heeft Nieuw-Gent een gloednieuw dienstenhuis. De dienst Burgerzaken, het politiecommissariaat Nieuw-Gent, het clubhuis voor senioren en de buurtbibliotheek zitten nu samen in één gebouw. Een meerwaarde die de dienstverlening alleen maar ten goede komt. De burger kan nu voor verschillende diensten terecht in hetzelfde gebouw. Het dienstencentrum is opgericht in 1978 als gevolg van de fusie. Dat was in een oud herenhuis en dat was al vlug te klein. Daarom werd er naar een nieuwe locatie uitgekeken en die is toen gevonden op het Rerumnevarumplein naast de politie. Maar voor de politie was dat ook al vlug te klein en werd er een nieuwe locatie gevonden. In 30 jaar tijd is de wijk Nieuw-Gent sterk gegroeid. De wijk telt zo'n 15.000 inwoners. Je vindt er ook 4 studentenhomes. Daarom verdient het derde belangrijkste dienstencentrum van de randgemeente een ruim dienstenhuis. Ik vind het heel mooi interieur en zo, en makkelijk toegankelijk ook, alles dicht bij elkaar. Het is een stuk gemoedelijker, laten we maar zeggen, dan de vorige plaats. Dat had iets klinisch eigenlijk, was bijna halfweg een hospitaal en een mortuarium, maar hier heeft iets levendigers. De loketten van de dienst Burgerzaken zijn nu toegankelijker. Je kan er terecht voor administratieve burgerzaken, zoals een identiteitsbewijs, rijbewijs of reispas. Maar ook sociale zaken, zoals pensioenregeling, je inschrijven voor de seniorenweek of in de minder mobiele centrale, kan je hier regelen. Het nieuwe dienstencentrum is gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. En die kunnen ook aan een zittende balie, dus iedereen wel, maar vooral voor die mensen is dat een voordeel, dat ze dus aan een zittende balie bediend worden. Ook voor de hoogbejaarde personen is dat een voordeel. Het dienstenhuis brengt ook een bibliotheek naar Nieuw-Gent, voordien een blinde vlek in het Gentse bibliotheeklandschap. In Nieuw-Gent was er nood aan een nieuwe bieb en het dienstenhuis is de ideale stek. Alle Gentse wijken hebben nu een bibliotheek en deze is nummer 15 naast de hoofdbibliotheek aan Gent-Zuid. Ik vind het beter, het is ook dicht bij mijn huis en zo, want ja, ik woon er niet zo ver van. En anders ging ik naar de hoofdbibliotheek aan de Zuid. Ah, dat was een noodzakelijk iets, hè, in feite. En ruim en luchtig, laat ons zeggen, hè. Ik vind het altijd wel leuk om in een bibliotheek een boek te vinden dat nieuw is. Dus dat precies zo nog door niemand gelezen is. Dat vind ik wel goed aan deze bibliotheek. Prachtig gebouw, maar wat erin staat mag ook gezien zijn. Een mooie collectie die niet alleen bestaat uit boeken, maar ook uit films, muziek, kranten, tijdschriften, cd-roms. De lidkaart is volledig gratis. En met die kaart kan u ook meteen gratis alles ontlenen. Dus ook de boeken, cd's, dvd's, daarvoor moeten niet betaald worden. Meer info over de dienst Burgerzaken in Nieuw-Gent krijg je op 09-268-2170. En voor info over de nieuwe buurtbibliotheek kan je bellen naar 09-268-2185. Het nieuwe dienstenhuis is een huis voor de buurt en iedereen is welkom. Emil Claus staat centraal in de nieuwe tentoonstelling in het MSK. De schilder is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het impressionisme in België. Zaterdag kan je naar een groot feest in de bibliotheek aan de Zuid. De afsluiter van de Jeugdboekenweek is meteen ook de start van de literaire lente. Zaterdag start ook de Digitale Week met een driedaagse digitale doebeurs in de Centrale. In 2020 veegt elke Gentenaar 1 dag per maand voor de deur van de buren. Hoe zie jij Gent in 2020? Geef je visie op Gent via YouTube of Facebook, telefoneer, mail of schrijf. Het resultaat van jullie reacties krijg je te zien op 27 maart in Kunstencentrum Vooruit. Meer info vind je op gent.be/gentovermorgen.